Hey hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn er weer met een nieuw product van de Kruidvat, de Game Console. Oh, kijk eens hier jongens, het is zelfs een actiepromo. Nou weet ik niet wat ik daarvan moet geloven, want af en toe zijn ze toch te koop. Ja, hij komt een high resolution, oftewel een HD screen. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Dan hebben we in ieder geval een 2,4 inch display als het gaat om het formaat 9. Oh, ze plakken die dingen er altijd zo geweldig op, hè. Oh, eigenlijk jongens, 10 pleuro. Ga eens even hier netjes een doek plakken. Zat ook een beetje netjes, zoals een thumbnailtje maken natuurlijk. Zal ik hem op de juiste plek plakken. Daarna wil de game console met 248 games. Ja, voor de rest is niet heel veel informatie. Schermdiameter hebben ze al aangegeven. Is in principe een centimeter, 6,1 centimeter blijkbaar. Ingebouwde 248 games. Er is ja, niet echt veel over te vertellen als het daarom gaat. Dan ben ik benieuwd of ik hem zomaar open krijg. Nee, ik moet hem helemaal, denk ik, voorzichtig opensnijden. Maar als het gaat om dit soort spelcomputertjes, we zien ze steeds vaker. We hebben ze ook bij de HEMA gezien. En andere supermarkten en winkels. En ik moet zeggen dat ik vind het altijd grappig om ze even uit te proberen. Zo, oké, hij was dus in principe niet geplakt. Hij was namelijk gewoon goed dicht gemonteerd. Voor de rest, als het gaat om de algemene behuizing, eerste indruk is... Nee, dit ding voelt dan wel weer een beetje heel goedkoop aan. Dit is echt de meuk die ik wel eens op AliExpress kocht voor $8. Weet je wel, dat soort dingen. Alleen de vraag is natuurlijk, wat voor games gaan we hierop krijgen? Dan krijgen we de aan- en uitschakelaar, volumeregeling... De D-pad is gewoon 4 losse knopjes. En wat ik aangaf is echt heel goedkoop. En niet, niet onbelangrijk. Even ruiken. Oh, eigenlijk lekker man. Ja, lekker. Voor de rest... Hoe ik het zet zo meteen echt een half uur. Ja, lekker. Lekker dat mijn knuzzeltjes snijven. En als ik dan krijgen we in ieder geval een speaker of speakers. Dan kunnen we deze openmaken. Voor de rest zit er geen TV-out functie aan. Dat is dan wel jammer. Dat houdt in dat je dan een kabeltje in kan prikken. Kan je aan de tv sluiten. Sommige van het Kruidvat hebben dat wel. Ook van AliExpress. Je ziet de mold was wel een soort van geschikt voor. Hier zie je wel een soort, zeg maar oneffenheid. En dan zie je wel dat er wel in principe dat er wel een versie bestaat die dit heeft. We hebben 3 batterijtjes nodig. Nou, dan gaan we hier wel 3 AAA batterijtjes pakken. Topcraft, ik weet niet, wat was Topcraft nou ook weer van? Was dat van de Aldi of zo? Ik ben dat wel kwijt. Maar degene die ik eigenlijk altijd pak zijn de A-Force van de Action. Vind ik gewoon hele goede batterijen. Ik gebruik ze in principe gewoon voor dit soort dingen. Let wel op, met batterijen is het ook al een beetje met de tijd. Hoe lang kan je hiermee spelen? Die vraag krijg ik wel eens vaker en ik vind het heel moeilijk te beantwoorden. Want het is echt afhankelijk van welke batterijen. Je hebt Duracell, je hebt A-Force. De A-Force pak ik eigenlijk gewoon voor simpele doeleinden. Als je een lampje hebt en dat soort dingen, is gewoon prima. Je hebt zoveel fabrieken. Ja, laat me weten in de comments, wat zijn jouw batterijen? Zo. Nou, kan ik je wel zeggen. Het schermpje. Nee, het is echt geen HD, hoor. High definition, maar Rachel. Echt, echt waar niet. Maar wat voor spellen hebben we? Laten we eens even inzoeken, zoomen en het geluid... Jezus, dat ding gaat zachter zetten. Het andere grappige is dat ze ook eigenlijk wel een muziekje hebben geript van Final Fight. Een officiële game. Dus dat is hetgene wat ze erin hebben laten zitten. Want al die AliExpress handhelds 8-bit hebben hetzelfde. Nou, de games. Nou, het zijn allemaal gewoon rare namen. Geen bekende namen. Maar ik kan je wel zeggen dat er bepaalde titels bij zijn. Die dan in principe... lijken op een andere game, want dat zijn in principe gewoon rip-offs. Daar hebben ze gewoon een complete nieuwe shell overheen gezet. Wat ik wel moet zeggen is dat de algemene kwaliteit van het geluid zeker niet verkeerd is. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel speakertjes erin gaan zitten. Ik gok gewoon eentje, want dat is bij die Chinezen. We hebben heel veel van die homebrew games zoals Pizza Boy. Die gaan helemaal nergens over. Balloon Shoot is ook echt zo'n verschrikkelijke game. Waar gewoon ballonnetjes voorbij komen en moet je op een knopje drukken. Fruit Pick heb ik al in een andere video wel eens een keer laten zien. Maar laten we eens even een paar bekende pakken, want ik zie dan in principe een paar varianten en ik denk, Nou, laten we beginnen met Superfight. Dat was de vorige keer was ik het kwijt, dit is de reset. Start zit aan deze kant. Heel apart, je hebt dan nog de keuze. Hier heb je de select, kan je kiezen wat voor bullet je wilt. Want het is een soort cheat, aka Contra, Super Contra. Hebben ze nou veranderd naar Superfighters. Alles hebben ze veranderd als het gaat om in principe... De muziek is volgens mij ook anders. Het verschil is, je ziet al, je kan beginnen met verschillende soorten wapens, allemaal moet je die oppakken. Dat is best wel cool. Kijk wat je helemaal kwijt bent als je doodgaat. Nee, dat is inderdaad echt je standaard wapen. Dat is best wel tof eigenlijk. Wat me wel opvalt, is dat ondanks het echt een verschrikkelijke D-pad is voor het gevoel, is het niet verkeerd. Je zou waarschijnlijk wel kunnen wisselen van wapen, als je dit pakt, denk ik, of niet? Nee, ook niet.
Dus de game is echt zo aangepast, als je één wapen kiest, dan moet je het ook mee doen. Power-ups of niet. Kan een voordeel, maar ook een nadeel zijn, als het vooral om dit soort games gaat. Voor de rest, ja. Besturing, ben echt zeer verrast erover. Boxing Circles Overlord. Lekkere soundtrack dit, joh. Hoppa. Oh yeah. Het enige wat ik echt gigantisch aan moet wennen, is dat we in principe dan de select dan niet zozeer, maar dat we de start aan deze kant hebben zitten. En ik ben altijd gewend om hierop te drukken en dan gaat hij resetten. Dus dat is behoorlijk irritant. Deze game heb ik ook op de andere variant van het kruidvat geprobeerd. Ja, en het schermpje, ja, hij is echt heel klein. Dan zoom ik natuurlijk gigantisch in met de camera. Maar super wel, wel grappig. Dit is gewoon Double Dragon 2 of 3 van de NES. Besturing, oh man. Het is echt wennen. Het is best veel grappig eigenlijk dat het allemaal zo is. Voor de rest gaan we eens even verder kijken wat we nog meer hebben. Krijgen we spels zoals Boy Sport. Boy. Wat is dit nou allemaal weer? Oh, dat mag niet. Oh, ik heb mensen slaan. Grappig. Volgens mij zal dat wel een of andere Bloodsport game zijn, maar die zijn ook uiteindelijk uitgekomen op de NES. Kom er niet meer uit. Oh, dat is hem. Voor de rest, ja, wat moet ik hiervan vinden? De algemene games die erop staan in de eerste paar pagina's zijn echt niet heel slecht, hoor. Het nadeel wat ik wel vind van dit apparaat, als je hem reset, gaat hij meteen naar de allereerste pagina. Dus zit je bijvoorbeeld ergens middenin, dan moet je continu lopen scrollen door alle games. Heel erg irritant. Voor de rest heb je ook spelletjes zoals Skywing. Dat zijn in principe gewoon shooters. We hebben ook nog de 2-player optie. Dat is wel heel cool. Maar dat is natuurlijk niet voor toepassing in deze handheld. Nou, Turbo Mode is behoorlijk handig. Ik hoor geraakt door iets. Ik zat op een afstandje te kijken, maar ik zie het gewoon niet. Het is zo klein allemaal. Plus het beeldschermkwaliteit is niet heel denderend. Maar nou moet ik je zeggen dat ik ben soms wel slechter gewend als het gaat om sommige van de AliExpress dingen. Nee, ja. Nee. We gaan hem eens eventjes openmaken. Dat vind ik dan eigenlijk wel grappig om te zien wat daar nou eigenlijk in zit. Simpelweg. Oh, dit is alweer te klein. Oh, toch deze. Ik twijfel er al. Wat moet ik die hebben? Voor de rest zit er dan eigenlijk niet veel componenten in zo'n ding. Vaak een grote printplaat. De rubbertjes, oftewel de membraanrubbertjes voor de knoppen. En ja, dat is het dan ook vaak eigenlijk wel een beetje. Voor de rest kunnen we hem eigenlijk zo openmaken. Altijd voorzichtig zijn. Aha. Ja. Dat doen ze dan allemaal weer om kosten te besparen. Kijk, hier zie je gewoon dat de mold is. Er is gewoon een optie voor eventueel een tweede speaker. En die hebben ze er gewoon uitgelaten. Dat zie je ook heel vaak. Ja, je moet heel voorzichtig zijn. Dat zijn allemaal dunne kabeltjes. Dat is best wel goed gesoldeerd. Maar dan krijgen we dan het kleine speakertje. Nou ja, moet je voorstellen, als je er twee hebt, dan gaat het ding helemaal hard. Nou, dan hebben we eigenlijk gewoon de grote printplaat waar alles op vast zit. Deze zit ook nog met vier schroefjes vast. Ja, dit is dan hetgene wat we gaan vinden. Ja, die dingen hebben natuurlijk geen lipo-batterij. Dat is dan weer een dingetje. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de Chinese varianten, die hebben dat dus weer wel. En vaak zijn die ook gewoon vervangbaar. Dat zijn oude Nokia-batterijen die ze gebruiken. Dus dat is nog eens heel makkelijk te vervangen. Het zijn ook gewoon vervangbaar. Heel makkelijk gewoon plug-and-play naar de batterijen. Ja, hoe lang ze meegaan deze dingen? Nou, ik sta er niet van te kijken als je een paar goede batterijen een paar uurtjes kan spelen. Er is voor de rest ook geen upgrade voor een batterijtje. Dat is helaas niet mogelijk, ja, oplaadbare batterijen. Maar voor de rest heb je geen aansluiting om een voice-spreker te laden. Niet dat dat aan te raden is voor de rest. Ja, dit is eigenlijk wat we gaan krijgen met deze specifieke handheld van het kruidvat. En ik moet je zeggen, het is altijd toch wel een beetje een hit or miss, zoals mooi denk ik zeggen. Eén moment is het leuk, één moment is het gewoon bagger. Weet ik niet wat er aan de hand is. Zou er nou al een kras op mijn scherm zitten? Dat vraag ik me ook af. Volgens mij zit er ook geen screen protector op. Oh jawel, die zit er nog wel op. Die laat ik er voorlopig even op. Want ja, dat is toch inderdaad wel een dingetje bij die dingen. Ze krassen heel erg, want ze zijn heel dun. Kijk, je ziet het ook goed bewegen met licht. Oef. Ik denk als je één keer iets hard tegenaan komt, is die kapot. Waar de spelletjes niet heel slecht zijn, vind ik de algemene kwaliteit gewoon belabberd. Als je kijkt gewoon de controls, hoe die voelt. Ja, nee, dat niet. Hij ruikt lekker, dat is het. Nee, maar voor 10 euro, ja, die kunnen er niet veel meer van verwachten. De vorige versies hadden bijvoorbeeld wel een goede bouwkwaliteit, maar die hadden dan bijvoorbeeld ook echt weer hele slechte games op staan. Laat me weten wat jij ervan vindt. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk op het belletje, want dan zie ik je weer de volgende keer.